Marcel Meeuwis is terug op de plek waar het ooit allemaal voor hem begon. In 2000 maakte hij in Tilburg zijn eredivisiedebuut. Daarna speelde hij voor VVV Venlo, Roda JC, Borussia Mönchengladbach in Duitsland, Feyenoord en opnieuw VVV. Maar nu is hij clubloos, want in overleg met de Limburgse club liet hij per 1 december zijn contract ontbinden. Hij had zich in de media negatief uitgelaten over de kwaliteiten van VVV. Nu wil hij dolgraag aan de slag bij Willem II. Nou, ik wil heel graag weer voetballen. En ik heb ook aangegeven dat Willem II absoluut een mooie club is. Omdat ik weet uit de voorgaande jaren die ik hier natuurlijk gespeeld heb, dat het gewoon een fijne club is. En die eigenlijk hoger hoort te staan dan waar ze nu staan. Trainer Jurgen Streppel wil Meeuwis er graag bij hebben. Een aanjager, een motor op het middenveld die de afgelopen tijd het wat moeilijk heeft gehad. Maar volgens mij kan die van ons van toegevoegde waarde zijn. Beide partijen willen dus graag, maar er is één probleem. Willem II moet op de kleintjes letten en er is niet zomaar geld om een speler aan te trekken. Ben je extra duur of valt het allemaal wel mee? Nee, het valt denk ik wel mee. Ik kan eigenlijk niet over geld praten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik op dit moment het plezier in het voetballen terugvinden veel belangrijker vind dan geld. Of Streppel binnenkort Meeuwis ook echt kan opstellen, dat weet hij nog niet. Geen enkel idee, dat moet je bij Mark van Intem zijn. Laten we geld gaan zoeken met z'n allen en dan komt er misschien wel iets moois uit.